te beginnen met het verhaal. Dames en heren, begin deze week bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van Anthony Doe na een noodlottig ongeval op de renbaan van Mons. Anthony Doe was een graag geziene gast hier op de renbaan Duindicht. En ongetwijfeld, en dat durf ik met zekerheid te zeggen, op alle banen in Europa waar Anthony acte de présence gaf, werd deze topjockey, maar ook zeker sympathieke persoonlijkheid, algemeen gewaardeerd. We hebben uiteraard gemeend uitgebreid te moeten stilstaan bij het overlijden van Anthony. Daartoe schakelen wij nu over naar de afzadelplaats, waar enkele mensen die nauw bij Anthony Doe en zijn carrière waren betrokken, enkele woorden tot ons zullen richten. Het woord is nu eerst aan Gerard Koop. Dankjewel, Sandra. Namens renbaan Duindicht doet het ons goed dat jullie hier aanwezig willen zijn om de herdenking bij te wonen. Ik heb Anthony zelf leren kennen buiten de sport om als een zeer getalenteerd jockey en deelnemer die altijd zeer correct was. Vanuit het museum moet ik zelfs zeggen. Hij was altijd een van de eerste en dan liep hij het museum rond. En dan genoot hij eigenlijk van zijn overwinningen, van alles wat met Duindicht te maken had. Daarom doet het zeer veel zeer dat hij helaas dit noodlottig ongeval heeft moeten overkomen. En ik wens hierbij de familie heel veel sterkte. Dan nu het woord aan Anneke Hendricks. Ik vind het op dit moment nog steeds heel moeilijk om er wat over te zeggen, omdat ik nog vol emotie zit. Anthony en zijn familie staan ons zeer na. Afgelopen zondag waren we erbij toen het afschuwelijke ongeluk plaatsvond. Een half uur ervoor heeft hij nog voor ons zijn laatste koers gereden. Anthony reed al jarenlang voor ons. Hij dacht altijd mee in de planning van de start van de paarden en was hierdoor een waardevolle ondersteuning voor de stal die tot mooie successen leidde. Maar voor ons was hij veel meer dan een jockey. Hij was een vriend, altijd een glimlach en in voor een grap. Een geliefd paardenman die door heel veel mensen gewaardeerd werd. Een zeer professionele jockey en velen die dat eens zullen zijn met mij. Het is dan ook moeilijk te bevatten dat hij er niet meer is en we zonder hem door moeten. We zullen hem ontzettend missen. Lieve Laura, Anaï, Selena, familie en nabestaanden, we wensen jullie heel veel steun en jullie kunnen altijd op ons blijven rekenen. Het woord is nu namens de NDR en de Rensport aan Marijke Vleesdrager. Ik wil hierbij ons medeleven tonen namens de afdeling Rensport Nederland en de Vereniging Nederlandse Draf en Rensport. Woorden kunnen niet zeggen hoe bedroefd en verdrietig we zijn om nu, veel te vroeg, afscheid te moeten nemen van Anthony Doe. Een afscheid hier op de renbaan, op de plek waar hij vele winnaars heeft gereden en een belangrijke rol heeft gespeeld voor de rensport in Nederland. In hem verliezen we niet alleen een mens, vriendelijk, opgewekt, benaderbaar en met respect voor anderen, maar een succesvolle jockey. Een jockey waar vele trainers en eigenaren met dankbaarheid aan zullen terugdenken, gewaardeerd om zijn professionaliteit en passie voor de sport, waarvoor hij de hoogste prijs heeft betaald. We kijken terug op een jarenlange samenwerking en vriendschap en zullen nu moeten leren leven met dit grote verlies. Dat geldt zeker ook voor zijn vrouw Laura, de kinderen Anaïs en Selene en hun familie, naar wie onze gedachten uitgaan en die wij een warm hart toedragen en de moed en kracht toewensen om dit verlies te kunnen dragen. Het afscheid dat wij hier nemen van Anthony is zo onwerkelijk, zo definitief en onomkoombaar. Sorry. Dat maakt het dan ook zo moeilijk, maar onze gedachten worden overspoeld met herinneringen. En wij zijn dankbaar voor alle goede momenten, ritten en overwinningen die wij met elkaar hebben gedeeld. En zullen deze zeker in de toekomst blijven ophalen. Tot op het laatste moment genoot hij van een prachtig leven en zijn sport.
Groot is de leegte die hij achterlaat. Mooi zijn de herinneringen die blijven. We hadden zo graag alles langer met hem willen delen. We blijven aan hem denken met veel genegenheid en grote bewondering en zullen hem niet vergeten. En ik... Het laatste is nu aan de familie van Laura. Anaïs heeft wat geschreven. De oudste dochter van Anthony. En dat zal nu worden voorgelezen door de zus van Laura. Sorry, de moeder van Laura. Zit er jongen. Dankjewel. Hierna hebben we een minuut stilte. De grootste ster aan de hemel. Een beschermengel op onze schouders. En een helpende hand als het niet gaat. Dat ben jij nu voor altijd. Ik hoop dat je over mij waakt. En dat je me moed zal influisteren als ik het nodig heb. Wanneer het even niet gaat, weet ik dat je er zal zijn. Nu en nog voor een tijd zit ik in een donkere tunnel. Maar ik weet dat jij aan het einde van de tunnel er zal staan. En het licht terug zal laten schijnen. Ik probeer positief te denken. Maar alleen jij bent nu in mijn gedachten. En dat zal je altijd blijven. Je hebt al 18 jaar een plaats in mijn hart. Maar je hebt er ook een leegte in gemaakt. Een leegte die niet opgevuld zal worden. Maar liefste papa, ik weet dat je van me houdt en weet dat ik ook zielsveel van jou hou. Ik zie je ooit wel daarboven. Tot dan, papa. Liefs, Anaïs. De 1 minuut stilte gaat nu in. Dank dat u alle hier was. De start van de ren is over 10 minuten.